Goedemorgen, wij zijn de filmploeg van Kom op tegen kanker. We zijn hier nu in de Bevergemse vijvers in Zottegem. Het is vandaag de tweede dag van de 1000 kilometer en wij volgen ze vandaag op de voet hoe zij trappen tegen kanker. U hebt deze voormiddag al een heel stukje gereden. Hoe is het algemene gevoel erbij? Een heel goed gevoel, ondanks de sterke wind. Een heel goed gevoel, want je rijdt voor een heel goed doel. Een deel van de karavaan is nu eventjes verdwaald, doordat we daar juist een lek gereden fietser hadden. Geloof ik was er ook een haag, een heel mooi moment van allemaal mensen die om een hoek eigenlijk onderwacht stonden toe te juichen, met allerlei toeters en bellen. Wat deed dat met jou? Waregem was een heel mooi moment. Ik zou zelfs zeggen, nog een mooier moment dan de aankomst. Want een aankomst verwacht je, maar dat smal straatje in Waregem waar al die mensen komen, was een troerend moment. Vindt u zo mooi aan de 1000 kilometer? Vooral de emoties van de mensen. Als je mensen ziet vertrekken hier, die soms, als je sommige fietsen ziet, dat ik dan denk van oei, ga je met zo'n fiets meerijden? En je ziet die dan aankomen op die aankomstplaats. En dan gisteren ook dat er mensen zijn die in tranen uitbarsten omdat ze dat verbracht hebben voor familieleden. Als ik er nu aan denk, krijg ik zelf wel kippenvel. Dat zijn voor mij de mooiste momenten. Wij zijn aangekomen in Roestelare. Het is nu heel eventjes tijd om terug op krachten te komen, iets te eten, iets te drinken. Maar wij verlaten nu wel de caravan.